middag vol variatie. U gaat nu luisteren naar een gitarist, een jonge gitarist. Hij heeft mij gevraagd of hij mag beginnen met Fernando Sor. Dus precies andersom als in uw programmaboek staat. Graag een warm applaus voor Tuur Segers. Thank you.
Stuurde zijn cv op en ik dacht, dat past niet in het programma. Hij heeft zo ongelooflijk veel prijzen gewonnen, dat past er gewoon niet in, dus wij hebben een selectie gemaakt. Maar ik dacht ook, van ik las, dat kunt u ook lezen, in 2005 is hij op de muziekschool begonnen, in 2006 heb je al meegedaan aan een wedstrijd. En hoe komt dat dan? Want dat is toch niet helemaal gewoon? Ik vind het altijd heel belangrijk om wedstrijden mee te doen, al sinds jongs af aan, om mezelf op een bepaald moment te focussen. Om een programma klaar te krijgen tegen het moment dat ik mezelf moet bewijzen. En ik denk dat dat een drijfveer voor mij is om altijd te blijven doorgaan. Het is een mooie drijfveer. Ik heb nog een andere vraag, want zoals u allemaal weet, een gitaar komt in een orkest, zelden of nooit, maar soms in een oude opera kunnen we hem nog wel eens tegenkomen. Hoe zie jij jouw toekomst in combinatie met instrumenten? Ik zie mezelf vooral als solo-gitarist, maar ik zie het ook wel zitten om met andere mensen samen te spelen. Ik heb in het verleden ook al duo's gespeeld, gitaarduo, met strijkkwartet. Een gitaar is niet echt een instrument voor in het orkest. Dat zien we vooral solo spelen. Ja. Okay. We hopen je weer terug te zien, overal. Ja? Okay.